Stefan, ja, je moet een ongelooflijk opgelucht en blij mens zijn. Hoe hoorde jij dat je bij de definitieve oranje selectie zit? Na de training stond de tv aan en was de persconferentie. En ja, zo heb ik het te horen gekregen. Ja, het gaat dan niet zo dat je eerder wordt geïnformeerd door de bondscoach of door teammanager Jorisma? Nee, ik heb hem wel dinsdag na de wedstrijd even gesproken, een beetje voorgesteld. Maar dan weet je natuurlijk nog niet of je erbij zit, maar het was gewoon een goed gesprek. En ja, ik ben heel blij dat ik er nu bij zit. Ja, dan kijk je live televisie, dat moet best een gekke gewaarwording zijn, of niet? Ja, dat is wel raar als je dan de selectie opnoemt en je hoort dat het op alfabetische volgorde is. En dan weet je dat je bij de Vrij achteraan en ja, dan wacht je af en hoop je dat hij jouw naam opnoemt. En ja, als dat dan gebeurt, dan heb je wel een trots gevoel. Is dit de ultieme beloning? Ja, vind ik wel. Ik denk dat voor een voetballer dit het hoogst haalbare is. En zeker, ik ben jong en ik heb nog lang te gaan. Ik kan nog lang mee. Dus het is alleen maar goed voor mijn ontwikkeling om te kijken waar ik sta en of ik met dat niveau mee kan. Heb jij het voorbije jaar of de voorbije jaren ooit rekening gehouden met het Nederlands elftal? Of lag dat überhaupt in de planning, in de bedoeling? Niet rekening gehouden, maar het is wel iets waar je van droomt en waar je hard voor werkt en waar je graag naartoe wil. Dus dat heb ik wel gehad, alleen ik heb er nooit rekening mee gehouden. Maar ja, je hoopt er wel op en nu komt het dan uit en dan ben je wel heel blij. Je zat met ploeggenoten televisie te kijken, dan is Klaas hier niet bij en Martins Indy tot ieders verrassing wel. Hoe ging dat onderling? Ja, natuurlijk blij voor Bruno, die het ook gewoon heel goed doet en die het ook verdient. Maar het is jammer voor Klaas hier. En Klaas hier die is al heel goed bezig. Vorig jaar al en hij trekt die lijn nu gewoon door. Dat is heel knap, maar ja, het is... In de verdediging is het iets magertjes dan op middenveld. Dus ik denk dat hij gewoon geduld moet hebben en dat zijn tijd zeker gaat komen. Ja, er wordt heel snel gezegd, hè, ook de laatste jaren, dat de verdediging de zwakste linie van Oranje is. Ga jij daar verandering in brengen? Nou, ik hoop het. Ik hoop dat ik aan kan sluiten en aan kan haken. En ja, dat ik er vaker bij kan zijn. En als ik me blijf doorontwikkelen, hoop ik dat ik daar wel mee kan helpen. Eerst nog voor Brussel, Utrecht uit zondag. Ja, die moet je winnen, hè? Ja, die moeten we zeker winnen. Het is belangrijk dat we de competitie goed starten. En ja, dan is die eerste wedstrijd heel belangrijk. En we hebben in de voorronde van de Champions League hebben we goed gespeeld, maar geen resultaat geboekt. En ja, dat moet in de competitie nu wel gebeuren.